Welkom bij weer een nieuwe video van Korting op Hengelsport. In deze serie zijn we aan het vissen op een mooi water. Het is erg taai en ik heb nog maar een paar keer hier gezeten. En dus ook weet ik hier niet zo heel erg veel vanaf. Dat gaan we toch wel wat over uitzoeken in de komende afleveringen. We gaan iedere keer 5 afleveringen op een water vissen. Proberen om vis te vangen en om er een beetje achter te komen wat werkt. En dan gaan we naar een volgend water. Maar we zitten pas op de 2e aflevering en ik ben benieuwd wat we in deze serie kunnen gaan vangen. Dus we hebben wat mooie vissen hier, waar ik nou op zoek ben natuurlijk. En we gaan even vandaag de spullen uitpakken en met 4 hengels vissen, want mijn maat is er ook wel bij. Ik heb mijn hengels alweer in liggen. Mijn rechterhengel heb ik wat meer naar het midden met maar een heel klein beetje voer. Daarin heb ik een felgeel pupje met allemaal rode nepmaaien. Dat ziet er wel mooi uit. En dan mijn linkerhengel zit ik met de leverzalmbolie te vissen. Die heb ik daar naar de eiland liggen. Je ziet wel op elke plek waar die meerkoet zit natuurlijk. Afgelopen weekend is het 30 graden of meer geweest hier. En dat maakt dat het echt super warm was. Ik ben toen ook niet gaan vissen. En ik heb toen helaas ook geen video kunnen uploaden. Ik was met andere dingen bezig. En vandaag is de temperatuur een stuk lager. Het wordt maar zo'n 24 graden. Tegenover gisteren 32 graden is daar een behoorlijk verschil. En ik hoop dat dit de vissen wat meer aan gaat zetten tot azen. We zijn alweer een paar uurtjes verder. En het is tot nu toe nog helemaal niets. We hebben nog geen enkele aanbeet gehad. En daar baal ik wel van. Er is ook niet echt een indicatie van waar de vis zich zou moeten bevinden. Je ziet niet echt beweging of zo. Je ziet alleen een heleboel watervogels hier de hele tijd. Een heleboel meerkoeten en futen. Maar daar hebben we niets aan. Ik wil natuurlijk een karper vangen. De vorige keer hebben we best veel aanbeten van brasems gehad. En die hebben we tot nu toe ook nog niets gehad. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb wat handjes bollies bijgevoerd met de boot en dan heb ik met de werppijp nog wat toen gaan doen. Het water is redelijk troebel, je kan niet heel erg ver kijken en er ligt ook echt veel puin in het water. Echt in het hele water is veel puin gestort. Dat maakt dat er ook heel veel hardere stukken zijn, maar dat je ook sneller vast kan zitten natuurlijk. Je weet nooit wat er allemaal tussen zit. We hebben net even wat gegeten en hopelijk gaan de vissen dat ook doen, want we zijn hier natuurlijk niet voor niets. Het is inmiddels alweer avond en het is erg rustig. We gaan nog heel eventjes afwachten, nog een paar uurtjes, en mocht het dan niet zijn, dan gaan we het toch maar weer inpakken. Mijn maat heeft ook nog een snoekengeltje bij, daar is hij ook nog even mee aan het proberen, maar dat is tot nu toe ook nog niets. We hebben tot nu toe ook nog geen enkele vis gespot, dus dat is ook wel balen, want zo komen we ook niet echt aan aanknopingspunten om de volgende keer op verder te gaan. Dus we gaan de volgende keer gewoon op een andere stek weer zitten en hopelijk komen we een keer een goede plek tegen waar we wel een vis gaan vangen. Het is op dit moment 8:30 en toch het moment om in te gaan pakken. Het is helemaal niets en ik verwacht ook niet dat het nu nog gaat komen. Want het is gewoon de hele dag al niets. Volgende week, dan ga ik hier toch maar eens een nachtje proberen. Daar heb ik vandaag niet echt de tijd voor. Morgen vroeg alweer dingen te doen. Dus dat schiet dan ook niet op. Dan pak ik er liever iets langer de tijd voor. En misschien ga ik ook nog wel eventjes voorvoeren. Ik moet hier gewoon een visje vangen. De afgelopen tijd gaat het erg slecht. En ik heb toch wel de drang om weer een karper te gaan vangen, jongens.